Het allerbelangrijkste is dat je toegang hebt tot de beste beleggers. Met revenue platform zou je eigenlijk het beste kunnen zien als Spotify of YouTube. Dan krijgt dus, uh, laten we zeggen, in potentie misschien wel 3, 4, 5 miljard mensen een tweede inkomststroom. Revenue um, gebruikt technologie om beleggen voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Een van de founders is hier, Michiel Stokman. Michiel, van harte welkom. Dankjewel. Um, het platform is nog niet eens gelanceerd en jullie zijn al een kleine 50 miljoen uh, waard. Ja, dat klopt. Dat uh, gaat rap. Drie, uh, 43, 44 miljoen. Uh, ja. Dat is. Uh neergezet door een, uh, extra, door een uh, nieuwe uh, venture Investeer. capitalist die... Uh, ge, ge, ja. Dus jullie zijn, jullie zijn alle aandelen al kwijt voordat je gestart bent? Nee, zeker niet. Oh. Nee. Nee, want jullie zijn met z'n drieën, hè? Wij zijn met z'n drieën. Hoe lang zijn jullie al bezig? eens uh, dus even kijken. Ruim een jaar. Ik denk een maand of zestien. Oké. Okay. En jullie achtergrond? Uh, heel divers. Uh, uh, Col en ik zijn echt ras uh, ondernemers. Ja. Als ik voor mezelf spreek, dan ben ik. Ik heb wel mijn carrière ben ik begonnen in de bankwezen, maar ik ben toch echt wel een, een uitvinder/ondernemer-vernieuwer. Uh, Je bent oudste van stellen. Ja, ja, ja. 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 Uh, en de derde, die, uh, dat is echt een uh, echte IT... Uh, een nerd. Uh, een hacker. Ja. Een codeklopper. Code heel goed. Hey, wat is jullie pitch als je dan een goede start-up hebt? Welk probleem los je op? Nou, wij zijn eigenlijk de toekomst van het beleggen. Uh, zoals je dat eigenlijk in de, uh, voor de komende jaren zou mogen verwachten. En dat betekent dat je uh, als individuele gebruiker... Uh, dat het heel makkelijk is. Het is dus op je app heel toegankelijk. Uh, dat als je het wil, dat het heel transparant is. Uh, maar misschien het allerbelangrijkste is dat je toegang hebt tot de beste beleggers of de beleggingsteams. Hmm. Uh, dus je zou eigenlijk, uh, als je toch zou willen kiezen, en het is digitaal, dan kies je voor de Messi of de Ronaldo Ronaldo. Dat ben je hetzelfde bij een van de beleggingsstrategen. En als ik bij nu uh, beheer beleggers kies, dan weet ik niet wie, wie er voor mij gaat beleggen, hoe goed hij is. Hoe goed zijn track record is, wat ze, hoe goed ze verleden is, hoe getalenteerd ze zijn. Maar en dat, betekent dat concreet dat ik, ik zeg: ik stop er geld in en doe mij maar die persoon en kopieer dan zijn beleggingsstrategie met mijn geld? Is dat dan het principe? Of? Uh, nou, je, je hoeft het niet te kopiëren. Het is een algoritme die voor je aan de slag gaat. Dus je hoeft zelf niks te doen. Maar dan komt het wel op neer. Je hebt, uh, stel je, iedereen kent Warren Buffett. Nou, die, die Warren Buffett, zijn strategieën zijn vaak vertaald in uh, geautomatiseerd. In, zijn in algoritmes? In een algoritme, ja. Uh, dat kan ook een combinatie zijn, hè? Dat kan ook een, een algoritme is eigenlijk een strategie geautomatiseerd. Yeah. Uh, maar soms kan het ook met de hand bijgewerkt worden, uiteraard. Maar dat is op basis van, pak even Warren Buffett... op basis ja. van zijn gedrag en wat hij allemaal gedaan heeft... Ja, ja. is daar logica op losgelaten, dat bestaat al? Dat is, dat is, dat zijn... Ja, er zijn geloof ik al 120 boeken over geschreven... die zijn strategie beschrijven, ja. dus daar zou je, dat zou je... Uh... Maar hoe pomp je dat dan in een... maken jullie die algoritmes of is dat data die jullie in jullie platform... Dat is een goede bouwen. vraag, want wij, uh, wij maken zelf geen algoritmes. Uh, bij ons, uh, ons platform, het revenue platform zou je eigenlijk het beste kunnen zien als Spotify of YouTube. Dus zowel Spotify als YouTube, die hebben, uh, nou dat doet Revenue ook, we hebben geen inhoud, maar we faciliteren die inhoud. Dus uh, op, op Spotify kun je heel makkelijk alle liedjes uh, vinden, ja. er worden suggesties gedaan, het gaat op YouTube ook zo, je kunt ja. allerlei dingen, je kunt heel erg scrollen, je kunt, en het je hoeft er eigenlijk niks voor te kunnen. Uh, maar ondertussen kun je, kun je wel fantastische kwaliteit vinden. En, uh, uh, en opent het eigenlijk de hele wereld voor, uh, voor, voor beleggingsstrategen. Maar uh, YouTube en uh, Spotify hebben één voordeel. Dat is bij Spotify heb je mp3, dat is een standaard formatje. En bij YouTube heb je dan MP, heb je video ja. en audio. Ja. Is het ook zo simpel bij beleggingsalgoritmes? Of wat ja, er dan ook op jullie platform hangt? Nou, dat, dat wordt zo simpel. Wij hebben een, uh, een eigen scripting language of een eigen codetaal ontwikkeld. Ja. En die codetaal die is. Uh, uh, die is heel snel. Die is, die is het snel. die is zo snel als dat alle professionele uh, uh, algoritmebeleggers uh, gebruiken. Maar die is ook nog eens binnen ons platform specifiek. Dus hij is heel veilig. Uh, heel makkelijk de bugs kunnen eruit. Hij kan heel makkelijk worden aangesloten op externe uh, data. Dus dat je in het platform, net als wat Spotify ook doet en wat uh, YouTube ook doet... dat je het in het platform heel goed en heel snel en makkelijk kan, uh, kan ontwikkelen en publiceren. En het is open source? Het is open access. Yeah. Uh, en dat betekent dat iedereen uh, die wil, die kan, er, die kan erin. Die kan er zelf wat mee doen. Yeah. Uh, open source zou ook betekenen dat iedereen bijvoorbeeld kan kan kopiëren of, of, of mee aan de haal kan gaan. Uh, dat is niet zo. Dat is in de beleggingswereld en met, met geld echt veel te gevaarlijk. Mm. De veiligheid staat helemaal bovenaan, dus dat is onmogelijk. Ja, want dat, even, even, dat wil ik zo meteen nog even op door. Maar om te even luisteren naar dit verhaal... dan denk ik, ik heb wel eens soortgelijke verhalen gehoord... die ja. dit zo'n beetje ook claimen te doen... Uh, of dat nou waar is of niet, want jij zou waarschijnlijk ja, maar dat was anders, je dan waarschijnlijk wel zeggen. Maar de, de belangrijkere vraag die eraan te grond ligt is... Wie, denk jij dat, wie denken jullie dat jullie zijn, dat jullie die norm... dat jullie de, de Spotify van beleggen of de YouTube... waarom worden jullie dat en niet een andere start-up... Met, met, met veel meer funding in China of Amerika of weet ik veel waar? Nou, dat is een hele goede vraag. Je. Je, wat, uh, wat, wat, wat natuurlijk leuk is aan deze wereld, als ja. je dit op deze manier wil doen, is dat het een ideeënwereld is die uh, als je heel veel passie hebt en, uh, en je bent uh, slim genoeg om het uit te voeren en je hebt genoeg doorzettingsvermogen, dan moet je het gewoon doen. Ja. Als we, wij, ons, ons, uh, waarom denk ik op dit moment, na 16 maanden, dat dit het platform wordt, omdat we door iedereen doorgezaagd zijn die uh, de experts en, uh, en de kennis, en die vinden het nog steeds een geweldig idee. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat ons team en wij het het meest geweldige idee vinden. En dat we met ons... Uh Kracht voor zorgen dat, het, dat wij de nummer. Conquer het zelfverfilling prophecy gewoon. Als je belooft, ja. dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, maar natuurlijk wel uh, gepokt en gemazeld en, uh, en gescreend door specialisten. Hoe pak je zo'n project als dit juridisch aan? Om, en dat vraag, en wil ik twee dingen van. Je weten: één, hoe pak je het juridisch aan als ondernemer? Uh, ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. Maar uh, uh, als eerste wil ik weten, hoe ga je daar juridisch mee om door datgene wat je biedt? Want daar zitten me een partij ja. risico's aan kan. Hoe, hoe doe je dat? Um, het, is een, een, het juridische uh, veld uh, rondom fintech-bedrijven uh, is, uh, is gigantisch. Er zit op, op heel veel gebieden is er heel veel regelgeving. Ja. Die regelgeving is ook nog eens wereldwijd. als revenue wil over de hele wereld opereren. Dus je hebt ook nog eens een wereldwijd speelveld. Ja. Um, en, dan, uh, en we hebben, oh ja, we hebben geen miljarden tot onze beschikking. Nee. Dus uh, wij zijn die, uh, die partij uit, uh, uit Nederland, uit Holland, zoals we dat zeggen. En in Holland is er, uh, uh, ja, moet je het echt wel hebben van je, van je slimmigheid en niet van je brute kracht. Uh, zo wordt het wereldwijd ook gezien. En zo wordt het wel wereldwijd gezien. Wij hebben natuurlijk niet de, de investeringsomgeving uh, als uh, in China of in Silicon Valley. Nee. Um, hoe we dat doen is: uh, nou, ik, ik zal je een voorbeeld geven. We hebben een flink aantal juristen. We hebben, zelf, we hebben ook grote. Uh, 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 advocatenbureaus die ons gratis helpen. We hebben aandeelhouders, uh, juristen, compliance officers die ons gratis helpen. We hebben een enorme groep, zou je kunnen zeggen, vrienden, geïnteresseerden, ondersteuners die ons op dat gebied helpen. Plus dat we zelf natuurlijk ook onmiddels experts zijn geworden. Um, wat je in het kort moet doen, is dus je moet zorgen dat je uh, licenties, met licenties uh, kan handelen. Dat betekent dat op het moment dat je in uh, aan, aandelen wil uh, handelen uh, richting. Uh, professionals of richting particulieren, dat je daar vergunning voor moet hebben. Nou, die vergunning die zullen we over alle landen of alle relevante landen in de wereld moeten gaan aanvragen. En dat loopt al? En dat loopt uh, in de voorbereiding. Uh, je moet eerst een hele goede business case hebben. Je moet kunnen laten zien uh, wat je waard bent. Uh, je moet je systemen op orde brengen. Uh, de systemen waar we, die we nu echt op orde brengen uh, en hebben, zijn systemen rondom witwassen. Uh, om, uh, ken je uw klantachtige systemen. Uh, en in, die, uh, in dat systeem, dat we, maar we willen evengoed al live willen gaan. En daar hebben we gekozen om in een cryptocurrency-omgeving live te gaan. Omdat een cryptocurrency wordt niet gezien als geld, maar als een, ja, een, uh, 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 een waardemiddel. Uh, je zou het kunnen zeggen, er is, er is handel in schilderijen, er is handel in biermuntjes. En er is handel in cryptocurrency. Oké, okay, dus dan kun je, je, je wat vrijelijker rood... opereren ja. om het systeem te testen eigenlijk. Ja, exact. En dan, en dan daarna? En daarna natuurlijk de stap naar de rest van de, van de uh, zoals ze dat noemen, de gereguleerde uh, uh, beleggingsmarkten. Hm. Hoeveel mensen zijn jullie nu? Qua aantal medewerkers rond de 12. Okay, Inclusief de oprichters. Ik kom er nog even voor mensen die niet zo thuis zijn in deze materie. Ik heb straks. De, het is een app. Ja, het is een app. Het is een app. Ja. Ik open die app straks en Klopt. dan? Nou, dan, voor de mensen die wel eens YouTube hebben gebruikt, of, of misschien nog een betere vergelijking Spotify, ja. is dat. Uh, uh, je scrolt er doorheen uh, en dan staat er bijvoorbeeld uh, de top 10. De top 10 die het uh, met het hoogste rendement en met het uh, laagste risico. Of een top 10 met het uh, hoogste risico uh, en het hoogste rendement. Of een top 10 van, uh, van uh, algoritme teams of, of beleggingsstrategie teams alleen maar uit Nederland. Of alleen maar uit uh, Amerika. En dat je maakt je zelf selecties Ja, ja maar, maar op basis waarvan maak ik die selecties? Want ik heb geen verstand van beleggen. Ja, je, eigenlijk worden die, die worden je aangeboden. Dus dat ja. is uh, zoals spot verder ook. De, de, ja. Een daily pick of een weekly ja, ja. of een suggestie. Ja. En, maar je kan natuurlijk ook op basis van een, uh, van een tag, hè, dus van een zoekwoord, kun je dat ook doen. Dus je kan zeggen van uh, bijvoorbeeld op uh, Bitcoin of in een later stadium. Ik wil eigenlijk kijken naar uh, uh, aandelen die uh, juist in, een, uh, in groene bedrijven beleggen. Ja, 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 ja. Dus dan zeg je in een, een top 10 van de best presterende groene bedrijven. Uh, bedrijven, dus verduurzamen. Wat, wat denk jij dat uiteindelijk, als je dromen waar worden, hè, wat het effect is op de financiële wereld als dit ding wordt wat jij ja. denkt dat die gaat worden en dus ja. iedereen met een tientje en twintig euro en, 5 ja. euro. en mas, vijf, euro. vijf euro en euro. 5 euro. gaat meedoen en het wordt net zo groot als YouTube. Wat ja. is dan het effect op de financiële wereld? Ja, dat wordt een hele interessante. Ja. Uh, het is nu, als je nu kijkt naar uh, de wereldbol, dan heeft uh, de meeste mensen, uh, nou, de helft ongeveer, die hebben een smartphone. Als je kijkt naar mensen met een uh, bankrekening, dan is het al uh, 15%, 20%. Dus de, 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 uh, is het aantal mensen met een smartphone is vele malen uh, groter dan het aantal mensen met een bankaccount. Dus als je kijkt naar mensen die toegang hebben tot beleggingswereld, is het nog veel kleiner. Ja. Dus dat is weer eens de helft of nog minder. Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen dat uh, als de, de, de wereld, de sociale klasse, hier zit de hoogste sociale klasse en hier zit zeg maar de rest, onderste, sociale, dan heeft alleen deze deze mensen die hebben toegang tot de beleggingswereld. En wij gaan nu vanaf 5 euro toe. Dus wij, nog een hele grote groep kan niet meedoen. Die hebben geen smartphone. En die hebben geen 5 euro om over. Um, maar de rest wel. Heb je niet eens dus een bankaccount nodig? Of wel? Uh, handig, nou, ook. voor het reguliere beleg heb je een bankaccount nodig. Maar voor crypto's heb je geen bankaccount mm. nodig. En, uh, ah ja. Ons... Ja, het is handig. Ja. Maar wij werken. Er zijn heel veel initiatieven. die ervoor zorgen. Uh, ook vanuit de non-profit wereld. Ah. Om juist te zorgen dat je met interne betaalnetwerken. Ja, ja. Um, juist dat niet nodig hebt. Ja, precies. Ja, als het een betaalmiddel wordt, crypto, dan, dan wordt het natuurlijk. Uh... Ja, dan functioneert oh. het als een, misschien een soort ruim middel. Maar ja. wat, wat in een bepaalde. Ja. Ja, bijvoorbeeld een stad, en laten we zeggen DACA, in, in of. of uh, dat het onderlinge middel-economie uh, gebruikt kan worden. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, en dat zou heel goed kunnen. Vinden. Maar wat is global, het effect op die financiële wereld? Ja, dat je dus. Dat gaat dus dan, gaat het, dan, dan krijgt dus, uh, laten we zeggen. In potentie misschien wel 3, 4, 5 miljard mensen, een tweede inkomststroom. Belangrijk is duurzaam beleggen hier dan in. Want als, heel belangrijk. Ja, toch? Want ja. als we dit op de ouderwetse manier doen, dan, dan maken we er een zootje van, toch? Ja, ik denk dat, dat uiteindelijk hebben wij daar als platform uh, zeker een rol in. Je kunt daar niet als platform zeggen van ik laat alleen maar duurzame beleggingen zien. Uh -huh. uh, al is het alleen maar omdat je dat heel moeilijk kan zeggen. Of wanneer ja. is nou iets duurzaam? Ja. Um, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, is kernenergie nou duurzaam of juist niet? Dat soort zaken. Maar het wordt interessant voor jullie om te testen waar het volk straks voor kiest. Als... Wij willen heel veel transparantie toevoegen. Ja, onderwijs. maar als een variabele dan is, uh, je kan kiezen voor groen... en dat wordt een, dat wordt een, ja. een populaire variabele, uh, ja. dan, dan zegt dat wel heel interessant. Ik weet, weet ik wel eens, uh, waar mijn haren wel eens wat van recht op gaan staan... Is als dan, dan zie ik van sommige aanbieders van financiële producten... dat het allemaal groen is. Hè. Dat, 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 dat is allemaal groen, groen, groen. Want we, we gaan investeren in groen. Maar ik, krijg, ik zie eigenlijk geen transparante verantwoording daarvan. Mm -hmm. en dat is natuurlijk een, maar eigenlijk zit daar een, een enorme nuance achter. Van wat is dat dan? Dat groene. Ja. En uh, uh, bijvoorbeeld recent is er een discussie... van het, 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 het verbranden van, van, van hout uit bossen. Uh, nou, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. De meeste is dat toch dat het niet zo heel erg groen is. Mm. Um, maar dat kun je natuurlijk wel, eens wel heel makkelijk om in te investeren. In, in te investeren. Nou, ik vind dat hele moeilijke discussies. En die, het mooie van een app is dat je natuurlijk als je dat ziet, is groen, je gaat nog een keer, je kunt daar allerlei dingen aan plakken. Zoals bijvoorbeeld een rapport, of je kunt daar een, 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 uh, een keurmerk aan, uh, aan, aan plakken van Greenpeace. Weet je, dus die, die toegang, die open, open, openheid, die kan je veel beter garanderen. Terwijl het nog steeds. Heel fijn is om, om door en makkelijk om doorheen te scrollen. Wie gaat revenue uiteindelijk kopen? Tot slot. Uh, als je kijkt naar jouw bedrijfsstrategie? Uh, uh, ik zou het liefste naar, uh, naar de beurs gaan. Uh, een IPO zoals dat, naar de beurs, zodat de hele wereld het kan kopen. Dat zou mij. het, het, het je doel. Zijn. Ja, de... ik, heb je jaars, ik heb je prognosecijfers uh, gelezen. Het begon ja. met een. Ik zo, het ging van tonnen naar miljarden in een, zo ongeveer voor miljoenen, Naar miljoenen. Nee, was het miljoenen? Ja, vele miljoenen. Ja, natuurlijk. Dan, dan, kijk, de... Maar door de handelsvolumes ook. Die ja, de, ja, precies. De handelsvolumes zijn, zijn, zijn dat is astronomisch. Ja. Alleen al wat op de Euronext omgaat aan. Uh, uh, je alleen... Jullie hadden een aardig hockeystickmodelletje geprognosticeerd. Nou, we hebben, een, we hebben een, uh, een afgevlakt hockeystickmodel. Dus wat, we, wat in onze prognose is gedaan, is dat je, je, we hebben heel veel fintechsbedrijven naast elkaar hebben geplakt. Dus al die fintechs, de, 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 de snelgroeiende fintechs, over elkaar geplakt. Vervolgens hebben we, daar een, hebben we die afgevlakt. Maar dan nog krijg je in, in, uh, in, in termen van groei in uh, handelsvolumes, het, ja, dat zijn gewoon astro astronomische bedragen. Uh, de, hoe vaak een euro in een dollar wordt omgezet en weer terug, dat is, dat is, ja, ja. Dat is enorm. Ja, dus dat is wel duizendwekkende cijfers. Ja. Ja. En waar is jullie hoofdkantoor over twee jaar? Haarlem, uh, ik hoop even? in Nederland nog. Ja? Ja, uh, wij zitten nu in Haarlem, uh, laten we zeggen in de buurt. Ik vind Twente vind ik interessant, Delft is interessant. Waarom is Twente interessant? Uh, ja, de, de, wij zijn afhankelijk van, uh, van techneuten en slimme mensen. Aha. Ja. Ik wens je heel veel succes met jullie groei en met uh, het veroveren van de wereld. Dank je wel. En uh, dank je wel namens DLA Piper voor het kijken naar dit interview. Hoi!